Hoofdstuk 11, paragraaf 4. Waarnemen in het heelal. Waarnemen in het heelal doen we met telescopen. Hier zie je een hele beroemde, de Hubble Space Telescope. Maar wat is nou eigenlijk de belangrijkste functie van een telescoop in de astronomie? Nou, de belangrijkste is licht verzamelen. Veel meer licht dan met je ogen kunt zien. Nou, licht staat tussen aanhalingstekens, want we gaan natuurlijk niet alleen zichtbaar licht nemen. Licht verzamelen, hoe kan dat dan? Nou, het oppervlak van de lens, of als je een spiegeltelescoop hebt, de spiegel, die kan veel meer licht opvangen dan jouw oog. Simpelweg omdat het oppervlak groter is. Denk even, jouw oog, nou, als het nacht is, dan is de pupil van je oog zo ver mogelijk opengesperd. Dat heeft dan een diameter van ongeveer 8 mm. Nou, dat cirkeltje van 8 mm, daar moet het licht van een ster doorheen vallen om voor jou om te kunnen zien. Als dat dan, jouw oog heeft ongeveer 1/20ste seconde nodig om dat licht, genoeg licht op te, om het licht op te vangen, om een beeld te vormen. Dus in die 1/20ste van een seconde moet er van een ster genoeg licht in die 8 mm van jouw oog vallen, om je een ster kunnen zien. Maar ja, met zo'n telescoop heb je dus een groter oppervlak om diezelfde hoeveelheid licht te verzamelen die je nodig hebt om het te kunnen zien. Dus ja, dat gaat veel beter. Nou, met fotografie kan je nog meer licht verzamelen. Omdat ja, je oog, als je rechtstreeks door een telescoop kijkt, of zelf kijkt, dan gebruikt jouw oog ongeveer 1/20ste van een seconde om licht, om een beeld te vormen. Dus die verzamelt gedurende 1/20ste seconde van het verzamelt het licht. Maar ja, een fotografie, een fotocamera, kun je veel langer openzetten. Dus kan je ook veel meer licht verzamelen. Dus ja, met een lens, met een spiegel die een groter oppervlak heeft dan jouw oog, en dat hebben ze natuurlijk allemaal, want daarvoor worden ze gemaakt, kun je ook meer sterren zien. En op een foto zie je nog meer sterren dan als je rechtstreeks door een telescoop kijkt. Ja, dat heeft natuurlijk te maken, ik zei het al, niet alleen in de ruimtedimensie, maar ook in de tijddimensie. Dus je hebt een groter oppervlak en een langere tijd. Nou, dan ga je dus veel meer zien. Nou, ik zei licht al tussen aanhalingstekens, want in de astronomie gebruiken we niet alleen zichtbaar licht, maar het hele elektromagnetisch spectrum. Van radiostraling tot en met gammastraling, alles gebruiken we in de astronomie. En daarvoor is onder andere deze Hubble nodig. Die Hubble Space Telescope heeft het grote voordeel, hij staat buiten de atmosfeer. Nou ja, je kan ook nog grotere telescopen bouwen, want een telescoop kun je niet oneindig groot bouwen. Er is laatst wel een hele grote gebouwd. Die moest ondersteund worden, maar die kan je niet richten, want die ligt over een vallei heen. Waarom kan een telescoop nog niet oneindig groot zijn? Nou ja, het vervelende is dat er op aarde zwaartekracht is. Als een spiegel of een lens heel groot wordt, dan gaat die onder zijn eigen gewicht vervormen, gewoon omdat hij te zwaar wordt. Ja, dan, ja, als die gaat vervormen, ja, dan gaat die niet meer geen goed beeld meer vormen. Dan kan je hem niet meer gebruiken. Nou, daar heeft men een oplossing voor gevonden. Zoals bijvoorbeeld hier, Westerbork. Hier zie je een deel van de Westerbork radiotelescoop. Dat is namelijk een samengestelde of synthesetelescoop. Deze hele rij van radioantennes, en je ziet maar een deel van de rij, want er staan er eigenlijk 14... die werken als één telescoop van 2,7 kilometer doorsnee. En dat is een hele grote telescoop natuurlijk. Ook al zijn het 14 losse telescopen, je koppelt ze aan elkaar met een computer. Die gaan dan samen één beeld vormen. En dan heb je dus één telescoop met een straal van of een diameter van 2,7 kilometer. Maar de astronomie is daar is Nederland een heel belangrijk land voor. En de Westerbork-telescoop is ook een Nederlandse vinding. Maar Nederland heeft zijn eigen vinding al lang weer achterhaald. Want sinds een tijdje is de LOFAR in gebruik. De Low Frequency Array. En die heeft een diameter van maar liefst 1000 kilometer. En die strekt zich uit over Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België, Nederland, Denemarken, Noorwegen en Engeland. En daar de centrale computer van staat in Dwingelo en dat is in Drenthe in Nederland.
Wat kun je nu met die licht verzamelen? Nou, je kan een heleboel zien aan het licht van sterren. Als je namelijk een spectrometer aan een telescoop koppelt, kun je namelijk zien wat voor soort straling er vanaf komt. Hier zie je een voorbeeld van zo'n spectrum. Je ziet een voorbeeldje gemaakt met een tradiekijker. En rechts zie jij een streep, dat is gewoon rechtstreeks van de zon. En daarnaast zie je twee keer het zonnespectrum. En dat is dus eigenlijk een regenboog. Regenboog is ook een soort spectrum. Dan zijn er twee soorten spectrometers die je kunt gebruiken. In het verleden gebruikte men heel veel prismakijkers. Ze worden nog wel eens gebruikt. Daar zit een glazen prisma in. En dat is een prisma, die ken je wel. Hè? Dat is zo'n driehoekig ding. Die hebben als voordeel dat je ze heel makkelijk kunt maken. En ze zijn heel makkelijk te hanteren. Maar het resultaat is wat minder nauwkeurig. Daar staat tegenover dat je een tradiekijker, die is lastiger te bouwen, ook lastiger richten. Maar als die werkt, geeft die wel nauwkeurige resultaten. En het leuke is, die laatste is ook redelijk makkelijk te koppelen aan een computer. Daarom gebruiken we vaak ook de laatste. Traliekijkers worden tegenwoordig meer gebruikt. Een tralie is een stuk van glas of een plastic. Meestal glas tegen glas. Daar zijn opzettelijk een heleboel krasjes in gemaakt. Heel regelmatige krasjes op heel veel naast elkaar. Vaak zo'n 600 tot 1000 per millimeter. Wat zie je daar dan aan zo'n spectrum? Eerst zie je dat zo'n spectrum, hier zie je het spectrum van een ster, overdreven getekend hoor. Die balletjes, die zwarte balletjes geven informatie en die kleurenband erachter geeft ook informatie. Maar zou jij met een spectrometer naar een ster kijken, zie jij deze zwarte balletjes niet. Die zijn eigenlijk veel dunner dan op deze tekening. Nou, die kleurenband, dat heet een continu spectrum. En die donkere strepen eroverheen, dat noemen we het discrete spectrum. En allebei gaan ons verschillende soorten informatie leveren. Dat kleurenspectrum is namelijk niet voor alle kleuren even fel, dat continu spectrum. Als je nou gaat kijken bij welke intensiteit de grootste golflengte, de sterkste golflengte wordt uitgezonden, dus welke golflengte het sterkst wordt uitgezonden, de hoogste intensiteit heeft, kun je daaruit de temperatuur van de ster berekenen. En dat heeft alles te maken met de Planckkromme en daaruit volgend de wet van Wien. Zo ziet een Planckkromme eruit. Wat zie je hier? Nou, je ziet een grafiek. En die grafiek die slaat op de hoeveelheid energie die per golflengte wordt uitgezonden. En horizontaal zie je de golflengte van het licht in nanometers. Nou, zo'n intensiteit tegen golflengte heet een Planckkromme. En die Planckkromme die geeft informatie over het licht. Nou, daaruit moet jij kennen de wet van Wien. Want wat zie jij nou eigenlijk in deze Planckkromme? En dan moet je van Planckkromme echt goed te interpreteren, moet je bij grote golflengtes beginnen, dus rechts. En dan zie je dat die grafiek daar heel laag loopt. Die gaat langzaam oplopen, totdat die op een gegeven moment flink omhoog gaat lopen, tot de maximum. En voorbij dat links van het maximum duikt de grafiek ineens heel scherp naar beneden, naar nul. Nou, de golflengte waar dat maximum zit, dat is een hele belangrijke voor de wet van Wien. Die geldt namelijk lambda max. En dat is niet de maximale golflengte, maar de golflengte waarbij de intensiteit maximaal is. Dus de piek in de top in de grafiek, dat is de lambda max. De golflengte waarbij die grafiek maximaal is. Lambda max maal T, de absolute temperatuur, is gelijk aan de constante van Wien. En waar haal je die vandaan? Uit BINAS, tabel 7. Oh ja, T is de absolute temperatuur, dus heel belangrijk. Die moet in. Goed zo, Kelvin. Nou, dat andere deel van de spectrum, dat zijn die lijntjes. Hier is een emissiespectrum en in sterren zie je een absorptiespectrum. Die lijntjes geven ons de samenstelling van de sterren. Dan, hier zie je toevallig een eentje van een TL-buis. Die was wat makkelijker te maken dan van een ster. Nou, dat discrete spectrum, dat zegt iets over welke stoffen er in de ster zitten. Want die lijntjes,
iedere stof heeft zijn eigen set lijntjes. Dus als je nou gaat kijken welke lijntjes in dat lijnenspectrum, in die zwarte strepen van een ster zitten, dan weet je precies uit welke stof die ster bestaat. Want iedere stof geeft zijn eigen set lijntjes. Nou, als je dus hier ziet toevallig dan het emissiespectrum van kwik. En als je een ster hebt waar kwik in zit, dan zie je diezelfde lijntjes, maar dan zie je ze als donkere lijntjes op de kleurenband. Nou, dat donkere discrete spectrum kan je daarmee de samenstelling van een ster bepalen. Nou, op die manier kun je ook leuke vindingen doen. Want degene die er ooit mee begonnen was, dat was meneer Fraunhofer. Die heeft dat voor het eerst voor de zon gedaan. En toen hij ook bezig was met het zonspectrum te maken, daar weet je ook dat dat spectrum wat we een paar bladzijden geleden zagen heel erg overdreven was. Want Fraunhofer moest, om die donkere lijntjes te kunnen zien, het spectrum liefst 14 meter breed maken. Nou, zo breed is het op je monitor niet. Dus jij ziet die donkere lijntjes niet. Hij wel, want hij maakte toch echt wel het spectrum van 14 meter breed. En toen vond hij een set lijntjes die hij niet kon thuisbrengen. En zijn enige conclusie was, er zit in de zon een stof die we niet kennen. Nou, laten we die dan maar ook zonnestof noemen. En de zon in het Grieks is helios. Nou, ik denk dat je al raadt welke stof we het over hebben. Precies, helium is op die manier gevonden. Nou, jij weet nu heel wat over het waarnemen van sterren. Waarnemen in het heelal. En daar moet je maar even wat opgaven over gaan maken.